Nou, we hebben een spel ontwikkeld waarbij jij balken tussen de 0 en 100% moet hebben. Hierbij ga ik eerst even uitleggen over de verschillende categorieën van personen. Nou, wij hebben dus vier balken. We hebben dit onderverdeeld in de categorieën van de persoon, waarbij novice de beginner is en expert weet wat hij doet. Dus wij beginnen met twee balken waar de gebruiker zich op moet focussen voordat wij er meer aan toe gaan voegen. Dus dan zie je dat novice begint met twee balken. Competent is iemand die al weet hoe het een beetje gaat, krijgt drie balken. De expert krijgt vier balken. En in de loop der tijd, dus in de loop van de secondes, gaan de balken ook steeds sneller naar beneden. Dus moet jij steeds sneller reageren. Nou. Als ik het spel ga starten, dan zie je dat wij vrij langzaam bezig zijn met de ANS. Nou, als er 10 seconden voorbij zijn, dan komt de volgende bal voorbij, de D. Zo zie je dat ook de ANS al iets sneller naar beneden gaan. Nu is de F er ook weer bij. Dus ik moet nou in feite mijn focus leggen op vier verschillende balken. En deze dus ook tussen de 0 en de 100 zien te krijgen. Hierbij hadden wij als feedback dat 4 balken te veel was in het begin. Dus daarom hebben wij alles onderverdeeld in, ja, in de persoon, in de gebruiker.